Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Voordat ik echt begin met de video, wil ik alvast zeggen, het waait buiten ineens echt behoorlijk. Het is hartstikke lekker weer, maar het waait echt alsof het herfst is. Dus ik hoop dat mijn camera het niet te veel oppakt, maar mocht je dus wat horen, dan is dat het. Ik heb vandaag in ieder geval een video waarin ik weer allerlei verschillende broeken ga testen in dezelfde maat. Dit kan niet van dezelfde winkel, maar ik ga 7 verschillende merken, verschillende... Ja, broeken testen. Het zijn wel allemaal skinny jeans. Omdat ik dacht, ik wil wel broeken die op elkaar lijken. Zodat we ze het beste kunnen vergelijken. Want, dat wil ik er ook even als disclaimer bij zeggen. Ik heb een tijdje terug een video gemaakt waarin ik allemaal shorts vergeleek. Allemaal shorts van H&M in dezelfde maat. En ik kreeg toen echt ontzettend veel reacties met of tips voor korte broeken. Super lief. Of dat ik beter naar reviews had kunnen kijken in plaats van gewoon 1 maat te kunnen bestellen. Want dan had ik het geweten. Allerlei van dat soort reacties. En ik wil even meegeven dat dit soort video's zijn niet voor mij om een bepaald item te vinden. Tuurlijk, het is heel leuk als het gebeurt in het proces. Maar het doel van de video is om samen met jou te gaan kijken hoe valt een bepaalde maat. Hoe gek valt maatvoering. Want dat is eigenlijk hetgene wat ik je wil laten zien. Omdat ik weet dat heel veel meiden in een pashokje staan en een broek in hun maat proberen, er never nooit in komen en daar verschrikkelijk onzeker van worden. En I feel you, I've been you. Dus vandaar dat ik deze video's maak, om je te laten zien hoe gek maatvoering is, hoeveel verschil er zit binnen een bepaald merk, binnen een maat. Vandaag ga ik dus allerlei verschillende merken proberen. Kijken hoeveel verschil er in een maat zit bij verschillende merken. Ik heb bijvoorbeeld curvy broeken, niet curvy broeken. Puur om te kijken hoeveel verschil zit er binnen een maat. Misschien kun je daarmee ook wel zien van, oh, misschien moet ik dat merk broek eens gaan proberen. Want die is meer gemaakt op mijn figuur. Dat is het idee van deze video. Dus ik heb geen tips nodig voor broeken of zo. Ik zweer zelf bij de broeken van American Eagle en MS mode. Dus ik weet mijn broeken wel te vinden, maar ik wil dit graag doen, zodat jij het niet meer hoeft te doen. Met dat gezegd te hebben, ik heb vandaag 7 broeken van 7 verschillende merken die allemaal bij Zalando verkrijgbaar zijn, in de maat 46 besteld. Sommige hebben ook nog lengtematen, zal ik erbij vermelden. En alle linkjes vind je natuurlijk terug in de beschrijving. Maar voor nu wil ik je heel veel plezier wensen met kijken. Doe alvast even een duimpje omhoog als je er zin in hebt. En dan ga ik gewoon beginnen. Oké, de eerste broek die ik hier heb is van Levi's. En Levi's is een broekenmerk wat ik zelf nog nooit heb geprobeerd. Puur omdat mijn moeder vroeger altijd al zei dat het echt gemaakt is voor een bepaald figuur. Voor best wel slankere dames. En dat ben ik simpelweg niet. Dus ik was best wel benieuwd. Deze komt volgens mij uit de curvy collectie van hun. Op de bon staat Levi's Plus. Dus hij komt inderdaad uit de plus size collectie. Mile High Jeans Skinny Fit in Dark. En ik heb een maat 46x32. Je kunt een kat op de achtergrond horen piepen. Maar goed, het is dus een mooie donkere skinny jeans. Die ook lekker hoog zit. Mile High, zoals ze al zeggen. Het mooie Levi's logo natuurlijk. Hij heeft op de achterkant echte zakken. En hij heeft op de voorkant echte zakken. En ik vond het gewoon echt een prachtige kleur jeans. Vooral ook voor het najaar wat er weer aan zit te komen. Er staat op extra high rise, slim through hip and thigh. Dus hij is echt gemaakt op wat meer curves. Omdat hij natuurlijk uit de plus size collectie komt. En hij voelt ook wel stretchy. Dat vind ik zelf altijd heel erg fijn. Omdat ik gewoon wat meer heup en wat meer kont heb. Vanwege mijn bouw. Ik heb een peerfiguur. Dus dan is het wel handig om gewoon meer stretch daar te hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd. Had ik de prijs nou al gezegd? Ik weet het al niet meer. Hij kost €83,95. Ook gelijk de duurste broek uit deze video. Oké, we zijn verderop aan het zagen of zo. Sorry als je dat hoort. Maar de Levi's jeans. Op het eerste zicht, prima broek. Er zijn alleen een paar maren. En dat is voornamelijk dat hij rondom mijn kuiten om aan te trekken wat strakker zat. Sorry voor de gillende kat. Echt, ik weet niet, maar bij elke video ben ik tegenwoordig bezig met geluidsoverlast. Sorry's. Ja. En hier bovenin heb ik juist veel te veel ruimte. Wat je ook ziet, zodra ik beweeg, gaat hij hier zeg maar plooien en heeft hij te veel ruimte. En ja, is niet helemaal mooi. Tuurlijk, je kan er een riem omheen gooien. Maar gewoon qua proporties is het niet helemaal wat voor mij. En ik denk dat het ook komt dat ik over het algemeen tussen een 44 en een 46 in zit qua maten. Dus ik denk dat als ik een maatje kleiner zou gaan naar de 44, dat die hier beter zou zitten.
Maar ik denk dat allemaal mijn kuiten afgekneld zouden worden. Dus het is hem gewoon net niet helemaal qua proporties en qua fit voor mij. Broek nummer 2 is van het merk Even and Odd. Ik zal eventjes op de bon kijken, de pakbon. Er staat op de Even and Odd Jeggings, a light blue denim in de maat 46x32. En deze kost €21,29. Aanzienlijk verschil met de broek van Levi's hiervoor. En dit voelt inderdaad als een jegging. Hij is lekker stretchy. Hij heeft wel gewoon een rits en een knoop. Verder geen zakken op de voorkant. Vind ik zelf nooit heel erg mooi staan. Doe er dan in ieder geval nog een nepzak, zodat het in ieder geval er leuk uitziet. Maar op de achterkant heeft hij wel broekzakken. Dus het is wel dat je niet echt een complete legging aan hebt, zeg maar. Verder dus een hele simpele, lichte kleur. Ik wou zeggen denim, maar het is dus een jegging. Je snapt wat ik bedoel. Super stretchy, want het is een jegging, dus ja, ik ben heel benieuwd hoe deze gaat zitten. Dit is echt een legging in alle opzichten. Hij zit super comfortabel, maar hij is net even te groot aan de bovenkant. En omdat je ook niet echt een riem eromheen kan doen, is dat dus een dingetje waardoor je denkt, ja, dan zakt hij de hele dag van je kont af. De katten zijn een gek aan het worden. I'm sorry for that. Ja, ik vind hem zelf ook ietsjes te kort voor mij. Ik ben zelf 1,75, dus dat heb ik op zich wel vaker. Maar dan weet je dat ook. Hele basic legging. Ik vind het wel fijn dat hij kontzakken heeft. Voor mij had hij aan de voorkant ook iets mogen hebben. Vind ik gewoon net even wat mooier staan. Maar hij is net even te groot. De volgende broek is uit de Only Karma Coma lijn. En daarvan heb ik dus uit een salonbox al een keer eerder een broek gehad. Een mom jeans. En die heb ik toen gehouden omdat ik hem heel fijn vond. Dus ik ben benieuwd hoe deze gaat zitten. De Only Karma Coma Karkarma jeans skinny fit in de maat 46 kostte €37,69. Dus voor een broek ook een prima prijs. Het is weer een donkere kleur. Hij komt een beetje overeen met die van Levi's. Maar je kan wel zien dat Levi's betere kwaliteit is zo op het eerste oog. Mag ook wel, want hij is 2 keer zo duur. Maar eventjes erbij vernoemd. Verder is het dus een hele simpele jeans met af en toe van die kleine destroyed stukjes. Hij heeft net even een wassing er doorheen zitten. Sorry voor de gillende kat, mochten jullie dat horen. Gewoon eigenlijk een hele basic jean met hier en daar dus een destroyed stuk. Weer aan de voor- en de achterkant zakken. En de Only Karma Coma lijn is trouwens ook weer een plus size collectie, mocht je het je afvragen. Die Karma Coma lijn is dus speciaal voor wat meer curves, voor wat meer grotere maten. Dus ik vind het wel top dat Only dat heeft. Ik zou het leuk vinden als het meer in de winkel zou hangen. Deze broek is mij persoonlijk niet hoog genoeg. Zeg maar, mijn navel zit hier en hier zit de broek. Ik ben een minimaal tot hier. Ik hou gewoon van high waist. Het liefst zit het onder mijn tieten, zeg maar. Verder zit hij wel redelijk. Hij zit zelfs aan de strakke kant. En ik heb het al eerder gezegd straks. Ik zit dus een 44 en 46 in. Dus het feit dat deze broek strak zit, is niet logisch. Hij zou eerder groot moeten zitten dan strak. Dus nee. Ik vind het trouwens ook wel grappig, want in de jeans shorts video waren bijna al die dingen te klein. En nu zijn ze allemaal een beetje te groot. Dus dat deze redelijk strak zit, verklaart wel weer dat maten raar zijn. Kijk, hij gaat hier ook echt helemaal draaien omdat hij niet goed zit. Nee, dit is niet mijn broek. Niet vanwege de hoogte, niet van hoe die zit. Verder ziet het er leuk uit hoor, maar het is hem echt absoluut niet. Dan heb ik hier een broek van Zizzy. En Zizzy is ook weer een merk wat ik nooit eerder heb geprobeerd. De Zizzy Amy Long Jeans Skinny Fit in Blue Denim. Dit is een 46x32, dus weer lengtematen. En hij kost €39,95, dus weer een prima prijs. Ik weet niet. Ik hoor best wel vaak wat over Zizzy, maar ik heb hem zelf nog nooit geprobeerd. Het is in ieder geval weer een donkere kleur jeans. Je kunt zien dat ik dit op het najaar heb besteld allemaal. Verder staat er niks echt bijzonders op. Er is in ieder geval een extra knoopje bij. Er staat verder niks bij. Even kijken. Het is een hele basic jean als ik hem zo zie. Ook weer gewoon een redelijk simpele wassing. Wel iets van wassing, maar niet heel bijzonder. Voor en achter echte zakken.
Hij ziet er alleen niet erg high waist uit op het eerste zicht. Ben benieuwd hoe dat gaat zijn. Curvy hip, high waist, super slim leg staat erop. Dus het zou wel high waist moeten zijn. Misschien toont het gewoon minder zo. Maar we gaan het op het aanbeeld gewoon zien. Ik denk dat dit genoeg zegt. Ik kan op zich de rits... Oeh. Ja, het kan. Maar voor het gemak doe ik even zo. Die knoop is al genoeg namelijk. Je hoort dat ik ben helemaal buiten adem van het aantrekken van deze broek. Oftewel, hij is veel te klein. Wat niet logisch is, want het is dan een 44 en 46 allergrootste maat van de maten waar ik tussenin zit. Maar hierbij had ik echt een 48 nodig gehad. Duidelijk. Hij zit echt te strak. Hij zit niet goed. En ik had nog steeds altijd een super stretchy broek. Maar not stretchy enough. Dat is heel duidelijk. Qua lengte, helemaal prima. Verder een dikke no-go voor mij. Verder met een zwarte broek. En deze komt van Cotton On. Ook weer een merk wat ik zelf nog nooit eerder heb gehad. Ik zie hem wel heel vaak bij Amerikaanse YouTubers. Dus ik was benieuwd. Dit is de Cotton On Ultra High Super Stretch Jeans. In deze maat 46 voor €28,99. Even kijken. Het is echt een super basic zwarte broek. Lekker stretchy als ik hem zo voel. Ik zal eventjes de test doen. Ja, hij is lekker stretchy. Vooral inderdaad rondom de heup area. Daar kan hij echt zo... Wee! Oké, super nice. Hij heeft voor en achter echte zakken. Ik heb vandaag een heleboel broeken met zakken uitgekozen. Heel vaak zijn het nepzakken of gewoon helemaal niks. Dus dat is in ieder geval top. Er staat op Ultra High Super Stretch. One click more styles at cottonon.com. Ja. Ik denk dat ik het toch lekker bij Zalando ga bestellen, want anders heb je vast invoerkosten. Maar laten we kijken hoe die staat. Dit is hoe een broek hoort te zitten. Hij zit ze echt perfect. Hij is super stretchy. Ik kan er prima in bewegen. Hij zit lekker. Hij is lekker hoog. Mijn navel zit hier. Echt love this one. Misschien heb ik deze wel gehouden, want gewoon simpele zwarte skinnies komen altijd wel van pas, zeker in het najaar. Maar... I love this one. En ja, hij is misschien dat hij op de duur een beetje gaat lubberen, maar nu weer in de was of je draagt er een riem omheen. Ik vind dit echt een prachtige broek. Hij zit hier alleen een beetje gekkig. Ja, bij mijn enkel is hij misschien een klein beetje te wijd, waar die andere dus ook net even te groot was. Maar niet zo dat ik het storend vind. Dus ja, dit is tot nu toe echt de winnaar van de video. Dat is heel duidelijk. Hier heb ik een broek van American Eagle. En American Eagle heb ik dus heel graag in mijn kast. Ik heb nu ook toevallig een broek van American Eagle aan. Maar ik heb er tot nu toe alleen mom jeans en geen skinny jeans gekocht. Die koop ik meestal bij MS mode namelijk. Maar dit is de Curvy Jegging Regular Low Rise. Sinds wanneer heb ik een low rise jeans uitgekozen? Oké, help. Er staat hier in ieder geval gewoon American Eagle Curvy Jeans Skinny Fit Dark 46 keer R. Je hebt bij hun al het S, R en L. Dus short, regular en long. Ik wil het large zeggen, long. En ze hadden de long niet meer, dus ik heb de regular gekozen voor €49,95. Niet goedkoop. American Eagle broeken zijn ook niet goedkoop. Ik had alleen niet gezien dat die dus low rise zou zijn. En low rise is niet mijn ding. Noemen ze dit low rise? Ik begin steeds meer in de war te raken. Oké, als ik dit zo zie, dan ben ik heel benieuwd hoe die gaat zitten. Er staat hier dus op het kaartje, staat er dat het low rise is. En als ik dan hier ga kijken, dan staat er iets met taille. Dus ik ben nu heel benieuwd hoe die gaat zitten. Ik hoop gewoon high waist, want volgens mij heb ik alles high waist uitgekozen. Verder gewoon basic jean. Met een simpele wassing, weer een donkere jean, voor- en achterzakken. Ik ga hem zo snel mogelijk voor jullie passen, want volgens mij zijn we allemaal heel benieuwd hoe de waist nou zit. Eigenlijk zit deze broek net zo lekker als de vorige. Het is echt wat ik gewend ben van American Eagle. Dit is waarom ik American Eagle's broeken zo fijn vind. En dan heb ik eigenlijk alleen de mom jeans hiervoor geprobeerd. Maar deze zit ook echt perfect. Hij zit dus high-waisted. Dus ik snap niet helemaal waarom er hier zo op dat kantje op de achterkant hier... low rise staat. Want het is gewoon, mijn navel zit letterlijk op de plek van de knoop. Het enige ding is, ik heb natuurlijk de regular qua lengte. Ja, met het oog op de herfst zou ik toch wel een lang variant willen. Maar dan zit hij echt heel erg mooi. Ik ben er echt
misschien ook deze inderdaad wel in de langere versie gaan nabestellen. Want het is echt een prachtige broek voor de herfst. Mooie, simpele wassing, maar wel gewoon, ja, hele mooie broek. Dus absoluut ook eentje die voor mijn figuur heel erg fijn werkt. Dus mocht je een peerfiguur hebben, zijn deze en de vorige van Kat en Dan echt een aanrader. Ik kom er net achter dat ik de laatste broek per ongeluk dubbel heb besteld. In plaats van 7 zet dus 6 broeken. En deze laatste komt van Vero Moda. En ik zie hier dat het een mid-rise skinny is. Ik dacht ook weer high-rise, maar blijkbaar is daar iets fout gegaan met bestellen. In ieder geval is het de Vero Moda Curve Vmtanya Piping Jeans Skinny in de maat 46 voor €21,09. Dus het is de goedkoopste jeans uit deze video. Hij is dus ook weer zwart. En volgens mij, nee, hij had geen coating. Ik heb er ergens eentje gezien met een coating die ik wilde bestellen. Maar volgens mij was die nog niet meer in mijn maat. Simpele zwarte jeans dus voor en achter zakken. Wel een heel licht soort coatingje. Maar niet echt alsof het leer is. Ik weet niet of je het nog snapt. Gewoon heel basic, simpele zwarte jeans. Dus laten we kijken hoe die staat. Helaas sluiten we niet zo goed af als met de vorige twee broeken. Deze krijg ik er net aan. Ik heb mijn shirt er ook echt zo half om half in, half om half uit. Ja, hij gaat precies aan. Ik ga die zakken niet eens fixen. Ja, die vorige zwarte was gewoon 20 keer beter voor mijn figuur. Hij zit hier net even te strak. En dat is voor mij nieuw. Meestal zit hij hier te strak en hier los. Of hij komt gewoon niet eens over mijn bovenbenen heen. Of hij zit al over los. Dus dit is op zich wel iets nieuws. Ik weet niet wat ze voor de pasvorm hebben gedaan. Maar ja, dat is voor mij nieuw. Dat hij hier goed zit en rondom mijn middel niet. Ja, geen geweldig om mee af te sluiten. Maar ik hoop wel dat je zo een beetje een beeld hebt van, ja, hoeveel verschil er kan zitten binnen een maat. Goed, dat waren alle jeans voor vandaag. Eentje minder dan dat ik had bedacht dus, omdat ik er eentje per ongeluk dubbel had besteld. Geen idee wat ik heb gedaan met mid-rise, low-rise, high-rise, dubbele broek. Er is iets fout gegaan met bestellen. Maakt niet uit. Alsnog was de video hopelijk nuttig. Ik heb aan het begin al een hele rant gehouden over wat het doel hiervan was. Dus ik hoop dat je dat inmiddels weet. En ik hoop dus dat je wat aan deze video hebt gehad. Dat je hebt kunnen inzien dat maten gewoon af en toe raar zijn. Dat je misschien wel een van deze broeken hebt gedacht van, hey, dat is misschien wel een merk voor mij om te proberen qua hoe de pasvorm is. Ik hoop in ieder geval dat het je heeft geholpen. Als dat zo was, doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Vergeet je hieronder niet te abonneren. Is helemaal gratis en je helpt mij er heel erg mee. En dan zie ik je heel graag terug bij een volgende video. Doei doei!